Het was eigenlijk de bedoeling om vanavond hier in de studio Johan Museeuw te gast te hebben. U weet wel, de wielrenner uit Gistel. Om eens te praten over het voorbije wielerjaar. Weet u nog de Ronde van Frankrijk en die spurt daar in Reims tussen Museeuw en de Rus Djamolidine Abdoudjaparov? En die Rus die gaf Museeuw daar zo'n kwak. Een koe, zoals men dan in Rusland wel eens meer doet. En de overwinning was weg voor Museeuw. En daarover hadden wij graag gepraat. Maar Johan kon niet en hij heeft zijn verzorger gestuurd, dames en heren. De verzorger van Johan Museeuw, uw applaus graag voor Mon Peters. Kom maar, Mon. Kom ietsje dichter, ja. Voilà, dit is dus Mon Peters. Alles in orde, Mon? Oké. Ja. Toch niet zenuwachtig? Oké. Mon, gaat het een beetje? Oké. Zeg, ik mag toch Mon zeggen, hè? Oké. Jij bent dus de verzorger van Johan Museeuw. Oké. Al 13 jaar, geloof ik, hè, Mon? Oké. Zeg, jij bent er overal bij. Oké. Ja, je bent de verzorger natuurlijk. Jij was ook mee in de ronde, hè? Oké. En jij stond daar in Reims te wachten aan de streep, hè? Oké. En op een bepaald moment, Mon, zie je ze dus afkomen, hè? Ze zijn daar, hè, in Reims. En je ziet Museeuw afkomen in de... In Reims, hè, Mon? In Reims, hè? Ja, maar in Reims, hè, Mon? Je ziet Museeuw afkomen, die spurt loopt mis. Maar eigenlijk vraag ik mij nu af, Museeuw spurt langs de balustrade. Was dat nu wel slim? Heb jij hem dat zo gezegd? Of wat is daar eigenlijk gebeurd? Wat was jouw reactie? Kijk, kom, op een man uit een auto, kom, hij moet al zijn baas doen. Kom, kijk, zeg, kom, je moet durven, op een wezen dat een met plan wordt. Kom, en als er goed gereden, kom, hij moet zijn baas doen. Op een man zei, zeg, kom, zeg, maar onder de deur trekken, zeg, kom, moet dat doen. Op een gegeven moment, kom, moet hij een droop trainen. Kom, hij is er al trainen, dat is ook zo geweest. En dat is al zo, kom, dan moet hij baas doen. Inderdaad, man, maar... Ja, man, oké. Mon, maar je bent wel met Johan Museeuw vroeger teruggekomen uit de Tour. Hij heeft opgegeven, jij bent mee naar huis gekomen. Had jij hem nu slecht geprepareerd of wat is daar gebeurd, Mon? Kan je daar een verklaring voor geven? La prepareer? Hoe la prepareer? Wat je daar wat er gebeurd ik niet mee van de koers. Zeg, kom, ik een beetje neer begonnen, ik roer klappen op de koers. Zeg, kom, zat nee, zat op de rondom, wat begeer je met hem mee? Heb je hem mee? Je kunt het niet meer doen, je moet het niet meer zeggen, waarom moet je het niet meer zeggen? Want dan ben je ook best bij je gezicht, hè? Dan moet je voor de omgeving niet meer zeggen, moet je? Want je kan een flikker uit in de boel, of alleen deze gezicht, hè? Waarom moet je het niet meer zeggen? Ik ben het niet doen, hè? Ik ben het niet meer zeggen, hè? Dat is niet meer zeggen, hè? Wat doe je zeggen? Dat is niet meer zeggen, dat is gewoon. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Als je het ook doet, dan zeg! Hier moet je het niet meer zeggen, weet je dat? Vlieg een beetje, weet je dat? Meneer Peters! Roep ze nu! Zeg, is het dat nu wat je te vertellen hebt? Maar nog iets? Hij is een mop. Een mop? Welke mop? Het verschil tussen Johan Museeuw en Freddy Maartens? Nee, Maartens met Wilfried. Wilfried, maar... Kort, hè, Mon. Heel kort, hè. Oké. Okay. Hier een café zit me zeer, maar moet je dus op de zet met de been. Tja, kan ze. Je hebt te lang met de hoofd en zo'n lange gedaan, man. En op een man, je weet plezier, het hoofd en op de zet op, en op dat moment hoofd en zet hem. En op dat moment hoofd en zet op, brok, 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 brok. Weet je wat ik zei?